Wat is jou eigenlijk het meeste opgevallen tijdens de testdagen? Nou ja, genoeg natuurlijk. Hè. Allemaal nieuwe auto's. Dus je ziet welke teams met wat voor concepten zijn gekomen. Je ziet heel veel verschillen in bijvoorbeeld de voorvleugels. Hoe de sidepods gemaakt zijn. Natuurlijk Mercedes met een heel nieuw concept. Daar kwam natuurlijk best wel weer wat over naar boven. Is het legaal, is het illegaal? Eigenlijk de spiegels gebruikt als een soort vleugel. Nou, voorlopig is het legaal en dan gaan ze daarmee aan de slag. Dus dat is interessant. Het is wel prettig dat uiteindelijk Max hard ging. Het is ook wel grappig dat Ferrari aardig bij de les was. Want dat hebben we nodig en we moeten eens een keer... In plaats van twee mensen die kunnen winnen, moeten er eigenlijk 10 zijn. Dat zou het mooiste zijn. Mercedes reed gewoon met veel minder motorvermogen dan ze daadwerkelijk hebben. Dat kon je gewoon zien. Hoeveel, dat is dan natuurlijk de vraag. Hamilton die was echt behoorlijk te langzaam. Ze klagen ook. Ze denken ook dat ze echt niet snel genoeg zijn. Maar dat blijft gewoon heel moeilijk te zeggen. De verschillen waren ook groot tussen alle plekken. Groter dan het zal zijn met de wedstrijd. Het nieuwe reglement is best wel streng. Dus je hebt als team wel vrijheden waar je natuurlijk je auto slim kan ontwikkelen. Maar het is ook weer niet zo vrij. Dus daarmee denk ik dat het hele veld toch nog wel aardig dicht bij elkaar komt te zitten. We hoorden ook Hamilton opmerkingen maken dat ze echt ver naar achter staan. Dat Ferrari er goed bij staat, dat de Red Bull er goed bij staat. Daarop zei Sainz weer van ja, typisch Mercedes. Doen ze altijd, volgende week staan ze er. Verwachten jullie dat dan ook? Ja, ik denk wel dat ze erbij staan. Ze hebben natuurlijk wel een heel ander concept, auto. Dus dat kan ook zomaar niet werken. Mooi dat ze in ieder geval met iets heel anders komen en slim zijn. Het is natuurlijk wel een team wat altijd met nieuwe reglementen goed is omgegaan. Als je even ver terug gaat, ga je naar Brawn Grand Prix. En dat was uiteindelijk het huidige Mercedes team. Veel dezelfde mensen zitten nog daar. Nou, toen kwamen ze met de dubbele diffuser. En werden daardoor wereldkampioen met heel weinig middelen. En eigenlijk zijn ze zo altijd toch wel heel handig geweest met dingen. Dus het is wel een team wat je eigenlijk nooit mag uitvlakken. En we hebben natuurlijk die surf van die Hamilton. Die blijft natuurlijk altijd toch een beetje naar, niet een wereldkampioen waardig eigenlijk, vind ik. Hoe die ook vorig jaar met alles om is gegaan naar Abu Dhabi. En ja, hij zeurt nu natuurlijk ook een beetje. Doe dat eens een keertje met een grapje of weet ik het wat. Maar altijd dat gepiep, dat is natuurlijk ook waar we mee te maken hebben. Ja, blijft dat, jij haalt het even mooi aan, dat Abu Dhabi, blijft hem dat ook achtervolgen nog in dit seizoen, denk je? Of is hij dan wel kampioenswaardig genoeg om dat ook weer achter zich te laten? Nou ja, ik heb wel het idee dat het een aardig spoortje achtergelaten heeft, wat je niet zomaar weg kan poetsen. Hij is daar wel heel ziek van. Ik kan me daar ietsje bij voorstellen, maar je moet gewoon weer eens een keer verder en doe dat ook eens een keer met een lach in plaats van alleen maar, het wordt wel een oud wijf. Op zijn Nederlands. Ja, precies. Ja, en dan hebben we aan de andere kant Max, jong en net kampioen geworden. Werkt dat dan ook juist de andere kant op bij Max? Verwachten jullie dat hij bevrijd is van de druk en dit jaar een stuk relaxter om kan gaan, Jeroen? Nou, ik denk dat het voor hem niet zo heel veel uitmaakt. Hij doet gewoon zijn ding. Dat doet hij eigenlijk vanaf het begin af aan. Natuurlijk is het fijn dat die titel er maar vast is, die eerste. Maar ik denk dat hij gewoon hetzelfde instaat zoals hij al stond. Aan de andere kant, die druk is misschien wel een beetje minder geworden. Maar ja, zoals je dat ziet bij Verstappen, het is zo'n coole rijder, zeg maar. Alleen eigenlijk de laatste race in Abu Dhabi zag je dat er echt druk was. Dat zag je ook na de race, hoe hij reageerde. Dat was eigenlijk de eerste keer dat je zag van ja, hij heeft er toch wel echt even last van de druk ook gehad. Maar hij gaat er goed mee om en verder is het gewoon is hij volgens mij nooit nerveus, zeg maar. Ook een van de meest opvallende dingen van de testdagen, het porpoising, zoals ze dat zo mooi noemen. Is dat een probleem wat makkelijk te verhelpen is, denken jullie? Ja, nou goed, ik ken het heel goed uit GT-racerij en DTM. In DTM hadden we daar vroeger heel veel last van, bepaalde jaren. En het is heel makkelijk te verhelpen, want je kan gewoon de auto omhoog schroeven. En daarmee heb je gewoon meer ruimte. En gaat die auto niet in dat effect dat hij maar gaat stuiteren. Maar daar word je ook langzamer van. Dus de grens opzoeken, dat doen ze allemaal. En nu moet je kijken dat je er dus net geen last van hebt. En nog wel snel bent. De ene auto heeft meer dan de ander, dat zien we duidelijk. Alpine heeft er heel veel last van. Maar ik zag het toch ook bij Mercedes een aantal keren. Dus veel teams hebben er last van. Gelukkig Red Bull niet. Maar ik denk dat je wel een beetje zeg maar, performance op moet gaan geven om het te voorkomen. Andere veren eronder, de schoktemperafstellingen, kunnen ze natuurlijk veel aan doen. Maar ja, het gaat ten koste van iets. Dus dat is wel zonde. Je ziet natuurlijk allerlei hulpmiddeltjes, staalkabeltjes en eigenlijk de ouderwetse dingen. Die er vroeger altijd al heel veel waren. Er liepen wel staalkabeltjes in de vleugels toe.
achterop. En nu zie je dat er van die dingetjes naar de zuidpots lopen. En die zouden misschien iets dikker kunnen worden. Wat ik wel vind, dan wordt die auto weer een kilootje of wat zwaarder. Dat hebben ze van de week toe besloten. 3 of 5 kilo? 3 kilo. Extra. 3 kilo. Dat lijkt allemaal niks, maar ondertussen zijn ze, ik denk, 40 kilo, 50 kilo zwaarder. Dat is nogal wat, hè? Want als ik in een zware tourwagen van 1800 kilo 50 kilo erbij zet, dan ben ik kansloos in die klasse. Dus kun je nagaan wat daar gebeurt. Het is natuurlijk voor iedereen hetzelfde, maar dat maakt het concept wel heel anders. En als het nou nog zwaarder is, ook niet leuk voor die twee teams die netjes op het gewicht waren. Die anderen zaten er allemaal boven. Ja, nou moeten die twee teams die tonnen extra hebben uitgegeven om elk schroefje nog een beetje af te veilen, weet ik het wat. Die moeten nu ook ineens naar een hoger gewicht. Dus dat is nog een beetje onsportief natuurlijk naar die teams. We zijn hier op Zandvoort. Vorig jaar was er één groot feest, een groot succes. Staan er voor het komende jaar nog dingen op het programma die het nog spectaculairder, nog groter, nog mooier gaan maken, Michel? Kan het bijna niet mooier bedenken, want het was zo'n fantastisch weekend. Het mooie weer, de fantastisch geregelde toegang naar het circuit met de fiets, alles klopte. Er was echt geen op- of aanmerking. Zelfs de mensen die allemaal tegen waren, die hebben we bijna niet meer gehoord. Ik zat van de week weer met iemand te praten hier op het circuit. Ja, die mensen hingen altijd te piepen en te zeuren. Ja, die horen we bijna niet meer. Hè. Die hebben dat ook meegemaakt. Hè. Sommigen zijn geweest om te kijken hoe slecht het allemaal wel hier niet was. Ja, er zitten honderdduizenden mensen en zoveel miljoen mensen televisie te kijken. Dat die 20 auto's die een paar honderd liter benzine verbruiken, dat is allemaal in het niets. Vergeleken het plezier wat de halve wereld eraan heeft. Er komen 30.000 mensen meer, dus dat is wat natuurlijk anders zal worden. Maar dat kan er makkelijk aan. Als klein kind kwam ik hier dat er ook 100.000 mensen waren. En in de jaren van Graham Hill, in de jaren 60, begin jaren 60, dus toen waren er ook 100.000 mensen. Dat ging eigenlijk ook wel goed. Afsluitend een soort bold prediction te doen voor het seizoen. Ja, wie wordt de kampioen? En wie wordt de grootste verrassing van het seizoen? En hebben jullie nog een andere gewaagde voorspelling die leuk is om nu te doen? Waarvan we misschien over jaren terug kunnen kijken en lachen. Of zeggen van, die man hebben glazen bol. Ja, heb je het glazen bol bij je over? Nee, ja, nee, okay. Ik dacht jij hebt er misschien wel eentje. Nee, die laat ik al een stuk vallen, want er komt nooit uit. Nee, het is moeilijk te zeggen. Ik schat Max zeker in. De spirit die hij in zijn lijf heeft is verschrikkelijk goed. Dus ik denk dat hij bij mij op nummer 1 staat. En ik denk dat jij ook aardig op dat niveau zit. En ja, outsidertje. Misschien toch Hamilton. Maar dan als ik mijn geld erop moet zetten, dan doe ik dat toch even naar Sainz. Ja, ik denk eigenlijk precies hetzelfde. Het is, ze hebben het gewoon goed voor elkaar bij Red Bull. Ook al hebben ze nu niet de beste auto, dan verwacht ik dat ze over een paar races er wel weer staan. Max is gewoon de beste rijder, misschien samen met Hamilton. Dus ik zou ook zeker Hamilton niet uitvlakken. Maar als de auto echt een beetje tegenvalt, dan krijgt hij het moeilijk. Als het veld heel dicht bij elkaar zit, dan zul je toch zien dat die twee wel weer het verschil gaan maken. Want dan staat een Perez misschien een keer weer 12e of 8e, wat vorig jaar ook gebeurde. En dan verlies je veel punten. Zij staan er altijd bij. Dus ik zie die twee wel echt als de grootste concurrenten weer. Maar andere kant, Ferrari, het lijkt allemaal heel goed te gaan daar. Dus wie weet. En dan Leclerc, Sainz, ze zijn allebei heel erg aan elkaar gewaagd. Dus dan zet ik mijn geld maar op Leclerc als goede outsider.